Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering, bij een nieuwe les van deze herfstspecial. We gaan zelf onze ondergrond maken, dus geen plastic of potjes of glazen vaasjes. Dat gaan we helemaal zelf doen met deze polygoniumstelen. Daar ga ik alles over vertellen. De materialen die we hierin gaan gebruiken, dat zijn kleine besjes van de rozenbottel. Ik heb hier wat Mombrezia. Verschillende soorten lint en watervast tape, steekbuisjes voor de bloemetjes, zodat ze water kunnen krijgen. Dit zijn de Gloriosa's, one of my favorites. Oh. Die leggen we eventjes een klein stukje weg. Dit is een heel mooi lila paars bloemetje. Het is een, ik ga het even bekijken. Het is een familie van de Digondra argentea. Dat is dat hele zwarte gras. Daar komen van die aardjes uit. En het zusje of het broertje van die plant, van die Digondra, heeft ook van dit mooie paarse, van die paarse bloemetjes. Dus ja, zelfs als bloem zie je kunstenaar, weet je niet altijd de namen van de bloemen. Mijn excuus, als je het weet mag je het me laten weten, dan ga ik dat veranderen in de video. Voor de rest heb ik hier wat mooi siergras en daar gaan we het mee doen vandaag. Dat leg ik allemaal even aan de kant, want dat kunnen we nu nog niet gebruiken. We beginnen namelijk met deze polygoniumstelen. Dit is de bovenkant, of de onderkant van de steel eigenlijk, die is een stuk dikker. En daarin passen deze buisjes heel mooi. Dus dat is de bedoeling. Vaak heb ik wel een idee in mijn hoofd en ga ik gaandeweg dat uitwerken. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ook niet altijd weet hoe ik ga beginnen of hoe ik ga eindigen. Ondanks dat ik wel alle materialen bij elkaar heb gepakt. En dat ik denk van ja, hier ga ik wel iets mee doen. Polygonum is een product wat altijd vers in de zomer aankomt en groeit en bloeit. Dus tegen de tijd dat het najaar is, is het gewoon heel mooi ingedroogd, opgedroogd en kun je er eigenlijk van alles mee doen wat je wil. Zoals je ziet maak ik stelen die verschillende lengtes hebben, dus dat echt een mooie stapeling wordt van materiaal. Een mooie bundel gaan we maken. Soms is het begin of het einde net niet mooi genoeg. Die pak ik zo wel eventjes. Kijk hoe dik mijn bundel wordt en die mag inderdaad nog even wat voller.
ik naar mijn idee een mooie bundel. En die ga ik natuurlijk allemaal aan elkaar vastzetten. Maar ik begin eventjes met een groepje. Want stel dat ik die allemaal bij elkaar zou pakken en in één keer een tapeje omheen zou doen. Dan zou de middelste heel makkelijk uit kunnen glijden. En dat is niet de bedoeling van de creatie. Ik zie dat ik deze toch iets te lang vind. En dat ik het liever op compacter. Oké, watervast tape en je holle pijp. Bedenk even welke lengte je de tape wil hebben. Dus dat wordt in mijn geval wordt het laag. En zet de verschillende lengtes door elkaar heen tegen elkaar aan. En sla er dan weer een keertje omheen. Met wat tape. Hou het tape op dezelfde lengte als hoe je begonnen bent. Want dit is het makkelijkste als we straks de rand met tape willen afwerken. Wat ik je net niet heb verteld is dat je ook goed moet kijken hoe je deze dingen knipt. Want ze hebben namelijk om de 20 centimeter ongeveer hebben ze een verdikking. En dat is het stukje wat dicht zit. Dus als je er dan een buisje in wil doen, kijk, zo past die. Maar aan de andere kant past die niet. En dan steekt hij er zo'n end bovenuit. Dus waar je naar kijkt als je deze bundel maakt, is dat je de bovenkant, dus waar zo'n buisje in kan, dat je dat naar de bovenkant doet, zodat het mooi blijft.
Dit is zo'n klusje waar je het liefst 3 handen bij nodig hebt. Met een beetje grof geweld, af en toe, hebben we het dan toch voor elkaar. En die takken kun je natuurlijk altijd nog een beetje herschikken, hervormen, dat ze staan zoals je het hebben wil. Voordat ik verder ga met de bloemetjes, ga ik hem alvast eventjes afwikkelen, want dat is natuurlijk heel moeilijk te doen als er water in zit of buisjes of bloemen. Dus dat doen we lekker even zo. Thank you.
Ik vind het leukst aan om deze strikjes nog wat langer te laten. Maar als je het liever strakker wil, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb hier nog wat woldraad voor een leuke extra touch. En daar ga ik een knoopje in leggen. En dat kan dan gerust een beetje zo over de tafel heen gaan. Dat maakt niet uit. Zoals ik je eerder uitlegde, hebben polygoniums hebben dus om de 20 centimeter hebben ze een tussenstuk in de steel zitten. Daardoor kun je de steekbuisjes zonder dopje in de polygoniumstelen laten zakken. Zonder dopje, omdat ik het gewoon een stuk mooier vind dan dat je die gekke witte dopjes overal ziet. Vind ik zonde. Sommige blijven zelfs nog gewoon hangen op de rand. Je kan de dopjes natuurlijk wel gewoon bewaren voor een keer, een andere keer dat je ze wel kan gebruiken. Zo, die zitten weer vol. Nou, de grasjes die kun je natuurlijk her en der in laten zakken. Geeft dat vrolijke speelse effect. Wat ik graag zie bij bloemwerk. Op gepaste momenten natuurlijk. De Moonbrezia's kunnen mooi verdeeld worden. En doordat de dopjes van de steekbuisjes af zijn, kun je er ook veel meer bloemetjes in kwijt. Let er wel heel goed bij op dat je ze water blijft geven, het liefst elke dag. Want de bloemen drinken gewoon, de kachel staat aan in huis. Hou rekening mee met dat het water verdampt. Dus zorg gewoon dat er genoeg water in zit. Kijk het elke dag even na. Het zusje van de Digondra. Ik vind de combinatie paars met oranje-rood tint altijd erg mooi in de herfst. Zeker deze. Fantastisch. Besjes voor het herfstgevoel mogen niet ontbreken. Dit idee kan je natuurlijk het hele jaar rond toepassen. Want je kan ook in de winter zo'n takkenbundel maken met die gedroogde polygoniums. Of in de zomer of in het voorjaar. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Als ze eenmaal ingedroogd zijn, kun je deze dingen echt jarenlang bewaren. Of ze moeten ergens smetten of wegrotten. En dan de mooie gloriosa's.
kijken hoe prachtig ze gevormd zijn. Het is gewoon echt bijzonder mooi. Zo, en dan heb je je zelfgemaakte vaas en leuke herfstcreatie. Zal ik die er nog bij doen? Kan eigenlijk wel, hè? Zo, kijk eens aan. Natuurlijk neem ik je mee naar een close-up. En dan hoop ik dat ik je geïnspireerd heb om zelf iets moois te gaan maken. Wat hier heel veel van weg heb. Of misschien heb je andere ingevingen gekregen. Van, oh, maar wat ik net bedacht heb, dat vind ik veel leuker wat ik hier zie. Dat kan natuurlijk allemaal. Dus ik neem je lekker mee naar een close-up. En dan wens ik er heel veel plezier van en succes mee. Bye bye.